Hier wordt Le Féminin op pagina 103 al een beetje kort uitgelegd. Als je kijkt naar het kadertje onderaan, dan zie je al hier dat de focus wordt gelegd op Le Féminin des noms en auteur. Zoals een danseur wordt een danseuse en zo verder. Heel kort uitgelegd. Op pagina 328 is er meer uitleg. Dat zijn heel veel dingen die je al kent, maar waar toch nog eens de aandacht op wordt gewezen, dat je dat zeker altijd heel goed gebruikt. Le féminin du nom, je ziet hier de verschillende regeltjes. Van buiten leren, dat is het enige dat ik kan zeggen daarover. Ook weer op de achterkant, deux mots différents. Dat zijn helemaal andere woorden. En dan heb je hier een kadertje met wat uitzonderingen. Les noms suivants sont toujours masculins parce qu'ils désignent des activités traditionnellement masculines. Dat is in het Nederlands ook een auteur, is in het Nederlands, als dat een vrouw is, ook een auteur. Certains noms peuvent avoir les deux genres. Als je bijvoorbeeld over mij zou praten, dan zeg je niet un professeur, maar une professeur. En dan de uitzondering aan docteur, alleen het verschil aan docteur en médecin. Maar dat is op zich hier met dat vrouwelijke niet echt heel belangrijk. Nog wat trucjes om te weten of het masculin of feminin is. Nu, je ziet hier twee keer me staan, dus dat klopt niet altijd. Dat is een heel goede aanwijzing, maar dat klopt niet altijd. Op pagina 335 staat er nog een beetje uitleg over l'adjectif. Daarjuist hebben we het gehad over le substantif met non l'adjectif. Weer wat herhaling. La place de l'adjectif. Dat de vaakst gebruikte, de gemakkelijkste, degene die het eerst leert. Die adjectieven die zet je voor het substantief en de andere erna. Weer wat trucjes, weer wat regeltjes, zoals bij de substantieven. Van buiten leren. Hier onderaan dingen die te maken hebben met uitspraak. Als je het gemakkelijker wilt uitspreken, want dat is natuurlijk altijd het doel, zeg je niet un beau livre, maar allez, je zegt un bon livre, maar als het volgende woord met een klinker begint, zeg je un bel exercice. Dat spreekt gemakkelijker uit.